Welkom bij Rijnmond. Met vandaag. Mediterraans draaigatje blijft Hillegersberg teisteren ondanks bestrijding. Ze zijn een plaag omdat ze met ontzettend veel zijn. Ze vormen superkolonies en ze bijten. Ze komen bij mensen binnen, ze zitten in de tuin. Flatbewoners Zuidplein vrezen verkeersdrukte onder slaapkamerraam. Kijk, ik weet dat ik niet op de hei woon. Ik weet dat ik op Zuidplein woon. Maar het moet wel tot een normaal niveau zijn. Niet zo dat ik 's nachts denk van... Zo, daar gaat ze weer heen. En toeteren in plaats van klappen bij het drive-in concert in Vlaardingen. Welkom bij Rijnmond. Voordat we naar het nieuws gaan, vertel ik je eerst wat het weer gaat doen. Dinsdag wordt het super zonnig en er staat een zwakke zuidoostenwind. Wat betekent dat de temperatuur snel oploopt naar 24 graden en in het oosten van de regio zelfs naar 27 graden. Woensdag blijft het zonnig, temperatuur van 28 graden en donderdag en vrijdag kan het zelfs 30 graden worden. Dan zie je nu het belangrijkste nieuws en andere verhalen uit onze regio. In Rotterdam-Hillegersberg ligt je eigenlijk liever geen tegels. Want ja, kijk maar goed, daar is die, de terrormier. Oorspronkelijk komt hij uit het Mediterraans gebied en wordt hij ook wel het draaigatje mier genoemd. Ze zijn een plaag omdat ze met ontzettend veel zijn. Ze vormen superkolonies en ze bijten. Ze komen bij mensen binnen, ze zitten in de tuin. Zo'n 250 woningen in Rotterdam hebben inmiddels last van deze terrormier. Zo ook de familie Kramer. Het is vreselijk, meneer. Ze bijten. We hebben er zoveel overlast van. De gemeente had een proef met wormpjes ingezet, maar die blijkt nu mislukt. Want de mierenkolonie is alsnog verdubbeld dit jaar. De bewoners gaan inmiddels de beestjes zelf maar te lijf. De mieren zijn vooral irritant omdat ze bijten. Ja, ik voel er geen. Dan gooi ze eraf. Kijk, hier de rivier. Ik noem het maar een rivier. Nou, heeft u zich vrijwillig laten prikken? Ja, nou leuk. Wil jij het ook proberen? Michael? Nou, vooruit dan. En lang hoefde ik niet te wachten. Ja, zie je nou wel? Rotmier. Zie je nou wel? De gemeente gaat nu beginnen met een nieuwe proef om de terrormier te bestrijden. Nu gaan we verder met de chemische bestrijding. We hebben twee middelen die we binnenkort gaan inzetten. En we wachten nog op één proefontheffing die we hopelijk verleend krijgen voor een derde middel. Voorlopig blijft het dus even oppassen waar je loopt in Hillegersberg. Kijk, ik weet dat ik niet op de hei woon. Ik weet dat ik op Zuidplein woon. Ik weet dat er geen waaier is. Maar het moet wel tot een normaal niveau zijn. Niet zo dat ik 's nachts denk van, zo, daar gaat ze weer heen. Toch? Het is een kwestie die al jaren speelt en waarover deze week meer duidelijkheid moet komen. Dit stukje asfalt moet een drukke weg worden hier bij Zuidplein. Duizenden bussen en vrachtwagens elke dag. En die gaan dan recht onder dit appartementencomplex door. U heeft zo'n lekker rustig slaapkamertje. Ja, heerlijk. Ja, ik baal er wel van. Kijk, anders hadden we hier nooit gaan wonen. 2000 bussen onder uw bedje door? Ja. Ja. Hoe vindt u dat? Nou, fijn. Nee, niet dus. Het gaat allemaal om de grote opknapbeurt van winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam en het gebied eromheen. Zuidplein krijgt een nieuw busstation met een nieuwe aanrijroute. En die gaat onder de Zuiderterrasflat door. Het idee erachter is dat zo de Gooilandsingel in de toekomst een fijne plek wordt om autovrij te flaneren. Er zijn allerlei busroutes onderzocht, maar onze voorkeursvariant, dat is gewoon dat de bussen blijven rijden zoals ze nu rijden. Daar is nooit serieus naar gekeken, omdat ze willen daar een mooie wandelboulevard maken. En ja, dat gaat ten koste van ons woonklimaat. Nou is het een politiek besluit van een democratisch gekozen orgaan voor een betere toekomst van Zuidplein, zoals ze dat zien. U zult er dan een beetje pijn van moeten lijden? Ja, een beetje is niet erg, dat weet je. Maar heel veel is wel heel vervelend, hè? Wij hebben ook een procedure aangespannen bij de rechtbank. We zijn in beroep gegaan tegen de verkeersbesluiten. En ja, dat dient helaas nu nog niet vanwege de corona. Maar dan moeten we misschien toch een spoedbesluit vragen. Daar wordt serieus over nagedacht. Jullie strijd is nog niet gestreden? Zeker niet. De voorkomende plek eigenlijk van waar de T kan zitten is de liezen, de oksels, de navel en ook de bilnaad.
De bilnaad. De bilnaad, ja. Dat is natuurlijk een warme plek daar zo. En ja, je moet daar toch goed onderzoeken. En dan zegt men, ja, hoe ga je dat doen? Dan zeg ik van, nou, tegenwoordig heb je een mobiel cameraatje. Dan moet je maar even een camera op je kont richten. En dan maak je maar een foto van. Vandaag begint de week van de take. De insteek is aandacht genereren voor teken en de gevolgen van tekenbeet. Ik ben nu in het Kralingse Bos met boswachter Henk. Henk, wat moet je nou weten over teken? De teek bevindt zich nu hoofdzakelijk in hooggras. Hooggras, zoals hier, hè? Zoals hier, ja. De teek gaat dan omhoog lopen en je ziet op een dun sprietje gaat hij zich huisvesten. Op een gegeven moment, als iemand langsloopt, kan ook een dier zijn of een mens, dan gaat hij over op de benen of op het lichaam van degene die langsloopt. De periode juni, juli zijn eigenlijk de drukste periode voor de tekenbeten, zeg maar. Want de temperaturen gaan omhoog. En het wordt warm, hè? Ja, en iedereen, zoals je weet, als het warm weer is, loopt iedereen lekker in zijn korte broek, in zijn slippertjes en zo. Ja, dan is de, voor de teken is dat de ideaal gelegenheid om op je te springen. Als je het bos in gaat, is een lange broek. De broekspijpen in de kousen. Verstand is altijd voordat je gaat wandelen een tekenpen bij je hebben. En op een gegeven moment als je een teken op je arm komt te zitten, dan leg je deze eroverheen en trek je hem naar je toe. Als je gebeten bent door een teek, hou je been in de gaten. Op een gegeven moment kan er een kring op je been komen. Het kan minimaal toch 3 maanden duren eer dat tevoorschijn komt. Komt hij tevoorschijn, zo snel mogelijk naar de dokter toe om je te laten behandelen. De website tekenradar.nl toont de verwachte tekenactiviteiten in Nederland en ook de regio. En deze week komt er ook een app uit die hetzelfde doet. Kijk daarvoor op Rijmond.nl. Dat is zeker een hele goede ontwikkeling. Want ja, mensen hebben toch altijd bepaalde vraagtekens. Als ze ergens gaan wandelen voor een teek of ze een tekenbeek oplopen. Ja, dan is zo'n site is een ideaal om te raadplegen van wat te doen bij zulke soort dingen die je dan oploopt. Nou Henk, bedankt voor de tips. We zijn veel te weten gekomen over teken en de tekenbeten. Rest mij nog te zeggen, take care. Thank you. We hebben 8 plekken voor de bijen. Dus we kunnen 8 kasten neerzetten. En in een kast zitten eigenlijk 40.000 bijen in de zomer. Ze maken heerlijke honing, die bijen van kinderboerderij De Beestenbol uit Rozenburg. 2 jaar geleden kreeg de Stichting Nieuwe Bijenstal van het Delta Poort Donatiefonds. Ook bekend als het Burenfonds in de haven. We hebben 25.000 euro gekregen vanuit het fonds. Kinderboerderij De Beestenboel die bestaat 40 jaar en 2 jaar geleden hebben we deze stal neergezet. Die stond erg onder de bomen, was een beetje dichtgegroeid in die 38 jaar dat die stal daar heeft gestaan. En het was een beetje vochtig. Delta Poort Donatiefonds is een stichting waarin het havenbedrijf en het havenbedrijfsleven gezamenlijk geld beschikbaar stellen voor projecten in de omgeving van de haven. 50 jaar geleden ontstond de voorloper van het fonds. Dat was toen de haven zich uitbreidde richting het westen. En vooral op Voorneput steeds meer mensen kwamen wonen. Die mensen die gingen aanvragen doen, hè, want hoe meer mensen er komen, hoe meer projecten er zijn. En toen is eigenlijk besloten om al die aanvragen te bundelen en te combineren in een fonds van het havenbedrijfsleven. Zodat we daar eigenlijk veel meer impact hebben. En zo kreeg niet alleen de kinderboerderij geld, maar ook de Mozaïekbank in Spijkenisse. De ontmoetingsplek in wijkpark Pernis. De restauratie van Molen de Hoop in Pernisse en nog heel veel andere projecten. Ja, er doen meer dan 80 bedrijven mee in de haven. En zij betalen ongeveer €12,50 per medewerker aan het fonds. En het havenbedrijf verdubbelt dat bedrag ieder jaar. Eigenlijk zou het fonds tijdens het 50-jarig jubileum een groot project willen steunen. Door de corona-uitbraak liep dat anders. En werd het extra geld versneld uitgekeerd aan projecten die verband houden met de gevolgen van het virus. Ja, op zich is het natuurlijk een domper, maar aan de andere kant kunnen we nu doen waar we goed in zijn. Met relatief kleine bedragen belangrijke projecten steunen en zorgen dat dat meteen zichtbaar is. Het is mooi neergezet, de bijen hebben het naar hun zin en als de bijen het naar hun zin hebben, halen ze honing. Lekker. Ja, heel lekker. En zit er voor volgend jaar dan ook nog genoeg in de donatiepot? Jazeker, er zit voldoende geld in de pot. We hebben ieder jaar €300.000 te besteden en dat is voor volgend jaar ook gewoon zo. Normaal gesproken zou je hier in het Dutch Pinball Museum in Rotterdam-Delfshaven veel machines horen rinkelen.
Maar nu is het stil en dat moet volgens de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zo blijven tot 1 juli. Want volgens hun is het museum van eigenaar Gerard van der Zanden niet zoals andere musea en is het meer een speelhal dan een klassiek museum. De veiligheidsregio Rotterdam die hebben een hele andere mening dan ons. We zijn het Dutch Pinball Museum. Volgens de Kamer van Koophandel ook, volgens de Belastingdienst zijn wij een museum. Volgens de gemeente Rotterdam met onze exploitatievergunning zijn we een museum. Alleen zij denken er toch anders over. Een van de voornaamste breekpunten voor de veiligheidsregio zijn de vele machines en het interactieve aspect van het museum. Toch heeft Gerard met looplijnen, desinfectiegelletjes en handschoenen alle mogelijke hygiënemaatregelen genomen. Zodat volgens hem het interactieve gedeelte, net als in andere musea, toch veilig plaats kan vinden. Wat mij ook erg stoort is dat ze gewoon via een mail het afgewikkeld hebben en dat ze nooit de moeite hebben genomen om te kijken hoe wij het voor elkaar hebben. Want we hebben echt wel heel veel moeite gedaan om het voor elkaar te krijgen met hygiëneschermen, met protocollen, met looplijnen. Noem het maar op en ja, dat is toch wel echt een domper. Niet alleen financieel komt er zo een extra klap bovenop voor Gerard, die inmiddels alle reserveringen weer moet afzeggen en verplaatsen. Maar het is buiten het financiële aspect ook een beslissing die hem als pinbalfanaat en oprichter van het museum raakt. Ik ben al mijn leven bezig met het verzamelen van alles wat met pinbal te maken heeft met flipperkasten. En mijn grote droom was om ooit een museum te beginnen. Niet een speelhal, niet een of andere experience, een museum. Hoe saai het ook klinkt, ik sta hier gewoon in normale setting, sta ik mensen rondleidingen te geven, ik sta te vertellen. Ik kan me alles vragen. En dat is niets omdat je denkt van, nou weet je wel, dat is een hele leuke commerciële insteek. Nee, het is echt, het zit bij mij echt heel diep. Just because my feet are curly, just because my hair is curly. Ze stonden al een paar maanden droog. Vlaardingse band Let's Be Gypsies. Afgelopen weekend speelde het kwartet weer. Een thuiswedstrijd. Een drive-in concert op het parkeerterrein van het Stadstrand van Vlaardingen dat volgende week weer open gaat. Er mochten maximaal 30 auto's bij zijn van burgemeester Bas Eenhoorn. Uitstappen was niet toegestaan. Hey, ouwe nozem. Top dit toch, hé. Fantastisch. Moeten we elke week doen dit? Te gek, het kan weer een beetje. Zeker fantastisch, hartstikke leuk. Je hebt op de frequentie staan, hoor ik. Ja, ja, het is, ik heb het nog nooit meegemaakt, dit. Het is op deze manier een concert. Het is zo'n unieke ervaring. Ja. Je hebt ook wel een erg lekker autootje voor een openluchtconcert. Ja, maar dit is speciaal voor dit gekocht, eigenlijk. Dus, ik wil het precies. Dank je. Ja, heerlijk. Eindelijk weer wat leuks doen. De frequentie heb je opstaan in de auto, dus je kunt het meeluisteren. Maar je hoort het ook een beetje live natuurlijk. Ja, we hebben de muziek hier zo uitstaan, dan kunnen we het gewoon live horen. Ja, superleuk. Maar wij zijn er zin. Dankjewel. Nou, we gaan een vergunning aanvragen. Hè? En dan 20 telefoontjes, 11 bladzijden invullen. Nog even bij de burgemeester en dat soort dingen. En dan, ja, dan krijg je eindelijk een goedkeuring. Maar hij is een aardige burgemeester, moet ik zeggen, hier in Vlaardingen. Zeker, een aardige Bas, vent. Bas is zo. Ja. Nog twee van die oude nozems. Ja, geweldig, hè? Ja, top. Echt hartstikke leuk. Ja. We zitten wel in de buurt van de frequentie van Rijnmond, geloof ik. Ja, okay. 106.7. Nee, je merkt het gewoon om je heen. En ook als je het aan mensen vertelt, en mensen vinden het allemaal leuk. En ze zijn gewoon toe aan entertainment. Dus nou ja, wie weet, misschien wordt het nog drukker. We gaan het zien. Hoi. Dit was Welkom bij Rijnmond. Bedankt voor het kijken en je ziet nu Rijnmond Sport. Tot snel. Voor meer verhalen en nieuws uit de regio, kijk op Rijnmond.nl of in de Rijnmond-app.